Ik zie hele grote plastic tassen. Heeft u geen tas van uzelf? Ja. Ja, maar die laten we vaak thuis als we gaan shoppen. We krijgen tenslotte overal plastic tasjes. En al dat plastic kan best een stukje minder. Daarom moet er in Tilburg straks betaald worden voor die plastic zak. Wij willen zorgen uiteindelijk dat de milieubelasting van verpakkingsmaterialen naar beneden gaat. Op het moment dat er minder tasjes worden gebruikt, gaat de milieudruk meteen naar beneden. We willen gaan kijken inderdaad wat voor een effect dit heeft. Ik denk niet dat iedereen geld wil betalen voor een tasje. Dat zou jij niet doen? Nee. Gaat u dan meer uw eigen tas meenemen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik denk dat geld vaak het enige is wat mensen wat bewuster maakt. Maar is dat ook zo? Die 10 of 15 cent voor een tasje, moet dat dan ons milieu bewuster maken? Professor De Zeeuw van de Universiteit in Tilburg weet dat er ook andere invloeden meespelen. En daar kan ook een stuk psychologie een rol spelen. Dat mensen eigenlijk best wel bereid zijn wat anders te doen. Maar daar gewoon nog niet mee begonnen zijn. Of even afwachten of anderen dat ook doen. En als je dat in gang zet, een voorbeeld geeft, naar denken zet, dan zou dat op een gegeven moment ook wel effect kunnen hebben. Ja, we zijn kuddedieren. Neemt de rest zijn eigen tas mee, dan doen wij dat ook. En juist dat is het doel van deze proef. Die 10 cent, die 15 cent, waar gaat die naartoe? Dat mogen winkels zelf weten. Het is een vrij land. Maar wij raden wel aan, doe het nou naar een goed doel. En ik weet dat een van de winkelketens daar al mee bezig is. De campagne Tasje Minder loopt nog tot en met 31 december. En het kennisinstituut Duurzaam Verpakken hoopt dat deze proef de opstap zal zijn naar een landelijke regel om klanten voortaan te laten betalen voor plastic tasjes. Thank you.